in of jullie die vraag zou willen beantwoorden over hoe het was vandaag. Jullie bevindingen. Het schijnt ook dat er een klein kopje tussen zit hoe jullie mij vonden. Ik wil niet lager dan een 10. Ja, ik heb al jullie gegevens. Ik heb namelijk een sheet met al jullie gegevens. Ik kom jullie opzoeken. Maar het zou fijn zijn als jullie daar in ieder geval op antwoorden. En hopelijk met een positief cijfer, zodat we dit volgend jaar weer kunnen doen. Of misschien lekker op Curaçao. Hè? Who knows? Goed, wauw, kijk, zie je hier zitten. Even sowieso een applaus, dames en heren. Ja. Ik zal sowieso even één microfoon geven. Sofino, jij en dan mag je het zo. Ja, en dan kan ik ook nog even zo bijspringen. Zijn er vragen vanuit het publiek? Wauw, wat zijn we bescheiden. Oké, kijk. Ja. Wacht, ik kom naar u toe gelopen. Ja. Ik heb eigenlijk een vraag voor Tido, met betrekking tot Curaçao en kijk naar de omliggende eilanden, het CARICOM-gebied. Is er een kans dat Curaçao zich gaat aansluiten in het CARICOM of lopen daar gesprekken over? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is ook een vraag waar... het probleem van CARICOM is dat in de statuten staat dat je onafhankelijk moet zijn om toe te kunnen treden. Nou, wij zijn natuurlijk... Wat is CARICOM? CARICOM is een handelsvereniging, een aantal landen die zich hebben gegroepeerd in de Caribbean, waaronder de Dominicaanse Republiek, Jamaica, Suriname, een x-aantal landen, en die vormen een soort handelsblok. Net als je de Europese Unie hebt, je hebt de NAFTA nog wel voor Trump daarmee... een eind achter zetten. En zo heb je ook CARICOM. En het probleem van CARICOM is dat je onafhankelijk als land moet zijn om toe te kunnen treden. Wij zijn wel geassocieerd lid van de CARICOM. Maar CARICOM, de naam zegt al, het is een handelsblok. En dat maakt dus dat bijvoorbeeld de producten van Global Painting behoorlijk wat invoerrechten wordt gevraagd. Omdat zij vinden dat zij gelijkwaardige producten binnen het handelsblok al hebben. En dat is een ongoing... discussie, niet eens discussie. Natuurlijk zou Curaçao graag willen toetreden, maar nogmaals, we zouden wel eerst onafhankelijk moeten willen worden. En daar heeft het grootste gedeelte van onze bevolking zich uitgesproken dat we wel binnen het Koninkrijk willen blijven en dus niet onafhankelijk. Duidelijk? Ja. Ja? Top. Ik moet ook nog eventjes iemand voorstellen, want jij is hier allemaal bekende koppen. Behalve deze. Stel jezelf eens even voor. Hallo. mijn naam is John Santifort. Ik ben geboren op Sint Maarten. Heb al 6,5 jaar een bedrijf hier in Nederland, in het Brabantse Eindhoven. Misschien herkennen jullie de zachte G een beetje. En wij specialiseren ons in user experience en user interface design. Plat gezegd, het ontwerpen van websites, webapplicaties. iPad-applicaties, mobiele applicaties, etc. En doen ook regelmatig zaken in het Caribisch gebied. Vooral dan meer de bovenwindse eilanden. Maar sinds kort ook wel wat leuke dingen op Curaçao en andere eilanden. Zo, Jan Zijnekort, nice to meet you.